Beste kijkers van Radio VBRO, mijn naam is Dennis Baars. Ik ben vandaag in Brugge voor ter promotie voor mijn nieuwe single. Gaan jullie mee? Ik doe mijn dromen, maar ik weet niet hoe ik jou vinden kan. Ik zoek naar een beetje geluk, maar ik weet niet waar. Toch komt aan deze zoektocht op een dag wel weer een. Bij ons vanmiddag de gast in de VBRO Radioclub, Dennis Baars. Welkom. Hele goede middag, gezellig. Eerste keer voor jou in Vlaanderen? De allereerste keer, ja. Ja. Dus we hebben een klein stukje gereden, inderdaad. En we zijn de eerste keer hier aanwezig. Zeg, je hebt een nieuwe single uit, vertel even. Ja, klopt. In de Sterren staat geschreven. Die is 1 november uitgekomen. Is geproduceerd en geschreven door Emo Hartkamp. En ik moet zeggen, dit single gaat hartstikke goed. Gaat als een trein en leuke complimenten. Je bent nog jong, 20 jaar. Wanneer ben je voor de eerste keer met muziek in contact gekomen? Ik was al van kleins van bezig met muziek, maar ik zing nu echt al een goed 5 jaar. En wat zijn zo jouw toekomstplannen? Waar wil je ooit belanden? Nou, we zijn natuurlijk nu ten eerste wel druk bezig met de nieuwe single. De toekomst kijken is sowieso wel met de nieuwe single weer uit te komen. En we hopen natuurlijk gewoon steeds een stapje verder te komen. Dat is wel eigenlijk mijn droom. Waar vinden we meer informatie terug over Dennis Baars? Dat is www.dennisbaars.nl. En als je nog geen vrienden met mij bent op Facebook en op Twitter, voeg je uiteraard toe. Heel veel succes. Dankjewel.